Je hoort vaak dat de wetenschap moet stoppen met dierproeven. Maar kan dat eigenlijk wel? Hier in de werkplaats geef ik je twee antwoorden. Het korte antwoord is nee. Het lange antwoord is je kunt ze wel drastisch verminderen. Dierproeven roepen vaak heftige reacties op. En misschien vind jij ook wel dat we dieren hiervoor niet moeten gebruiken. Maar laat ik je eerst even wat context geven. In Nederland worden bijna 500.000 proefdieren per jaar gebruikt voor experimenten. 500.000 is veel. Maar in de Nederlandse vleesindustrie worden veel meer dieren gedood. In 2020 waren dat er meer dan 617 miljoen. En proefdieren brengen de wetenschap en de samenleving veel goeds. Zonder proefdieren zouden we geen medicijnen hebben. Of het nou gaat om kankermedicijnen, moderne antibiotica of de vaccins tegen corona. Ze waren er niet geweest zonder dierproeven. Toch is het goed om na te denken over alternatieven voor proefdieren. Want niet alleen worden ze gedood na experimenten, soms ervaren ze pijn. En misschien wel net zo belangrijk, proefdieren geven je niet altijd betrouwbare informatie. Een dier is nou eenmaal anders dan een mens. Als je zonder proefdieren wetenschap wil bedrijven, heb je eigenlijk drie alternatieven. 1. Je doet experimenten met mensen. 2. Je gaat menselijke cellen opkweken in een laboratorium. En 3. Je gaat gebruik maken van gegevens die we al hebben. Eerst mensen. Je geeft ze bijvoorbeeld experimentele medicijnen. En je neemt het risico voor lief dat ze er schade van ondervinden. Of misschien wel door komen te overlijden. Soms is dat gerechtvaardigd als laatste redmiddel in de strijd tegen een levensbedreigende ziekte. Maar moeten we gezonde mensen bewust blootstellen aan stoffen waarvan we de risico's nog niet weten? Ik vind van niet. Bovendien kun je ook niet voor alle proeven mensen of stukjes mens gebruiken. Een stukje huid is nog wel aan te komen. Maar hersenen zijn dan weer lastiger te bereiken. Dat stukje huid kun je wel in het laboratorium gebruiken. Want menselijke cellen kun je verder laten groeien buiten het lichaam. En daarmee kun je gaan experimenteren. Of medicijnen of vaccins op uittesten. Dat is nu al een belangrijk onderdeel van wat we preklinisch onderzoek noemen. Onderzoek dat gedaan wordt voordat je met echte patiënten gaat werken. Er zijn twee manieren om aan menselijke cellen te komen. 1. Je neemt dus een stukje weefsel uit iemands lijf en legt het in een petrischaaltje. Vervolgens hou je het in leven met voedingsstoffen zoals suikers en vetten. En je kunt er direct experimenten op doen. Voor mijn onderzoek doen we dit altijd met huid die vrijkomt na een buikwandcorrectie of een borstreconstructie. Je kunt die huid meteen na zo'n operatie gebruiken. Of je haalt er cellen uit die je opslaat in de vloeibare stikstof om later te gebruiken. Zo heb je altijd een klein stukje mens op voorraad om experimenten mee te doen. Manier 2. Je gaat aan de slag met stamcellen. Stamcellen zijn eigenlijk een soort fabriekjes in je lijf die continu nieuwe cellen maken. Ze zitten bijvoorbeeld in je ruggenmerg en maken daar nieuwe bloedcellen aan. Maar ze zitten ook in je huid, in je darmen, in je lever en ook in je longen. Ze maken daar voor die organen nieuwe cellen aan. Als je zo'n stamcel in het laboratorium brengt, kun je steeds nieuwe cellen maken. Tot je een weefsel hebt waarmee je kunt experimenteren. Daarvoor kunnen we tegenwoordig ook stamcellen gebruiken die nog niet bij een bepaald orgaan horen. Een stamcel die nog alles kan worden. Je vindt ze bijvoorbeeld in embryo's. Maar je kunt ze ook maken door gewone cellen om te bouwen. Als we zo'n gewone cel hebben omgebouwd tot een speciale stamcel, kunnen we die laten uitgroeien tot bijna elke cel van het lichaam. Zo kunnen we bijvoorbeeld mini-hersenen maken, maar ook nieren, darmen en zelfs het hart. Die kunnen we vervolgens gebruiken voor experimenten. Het fijne aan zulk gekweekt menselijk weefsel is dat je precies kunt onderzoeken wat er in die cellen gebeurt. Maar het vervelende is dat je alleen weet wat er in die cellen aan de hand is. Je kunt er niet uit leren wat er in de rest van het lichaam verandert als je bijvoorbeeld een nieuw medicijn toedient. Cellen praten niet terug. Je weet daardoor bijvoorbeeld niet of iemand pijn heeft of jeuk of dat iemand zich beter voelt. Daarvoor heb je informatie nodig van een patiënt of van een proefdier. Meer gebruik maken van bestaande informatie is het derde alternatief. Daarmee voorkom je dat je proeven onnodig opnieuw doet. Want als je patiëntgegevens en resultaten van eerdere dierproeven goed combineert, kun je experimenten doen op de computer. Die computermodellen zijn een superslim alternatief voor nieuwe dierproeven. En hoe meer gegevens je hebt, bijvoorbeeld uit heel Europa, des te beter de resultaten die je krijgt. Je kunt dan bijvoorbeeld voorspellen welk effect een bepaald medicijn zal hebben voor bepaalde groepen patiënten. Er zijn dus veel alternatieven voor proefdieren beschikbaar, die ook steeds beter worden. Als wetenschappers hebben we bovendien te maken met steeds strengere regels.
We krijgen alleen nog maar onderzoeksgeld als we dierproeven goed kunnen verantwoorden en hebben nagedacht over alternatieven. Maar of je nu wel of geen proefdieren gebruikt, uiteindelijk kun je bij de mens alsnog voor verrassingen komen te staan. Maar dat is wetenschap. Je wil zo goed mogelijk kunnen verantwoorden waarom je het aandurft een medicijn of vaccin vrij te geven voor mensen. Of je wilt met jouw onderzoek met de grootst mogelijke zekerheid de oorzaak kunnen aanwijzen van een ziekte. Daarin zijn proefdieren nog steeds waardevol. Gaat de wereld ten onder aan overbevolking? Ik ben Tom en in de volgende aflevering vertel ik je wat het echte probleem is.